Breda Nu. Je weet het meteen. Ik zie jou allemaal friemelen met klei. Je bent aan het schaven met je handen bezig, aan het rollen en zo. Kun je uitleggen wat je aan het doen bent? Ik ben een beeld aan het bouwen. En een deel ervan heb ik dus al verwezenlijkt, want dat moet in fases gaan dat dat langzaam droogt. Ik bouw het van keramiek. En het heet keramiek omdat ik er hol mee werk met het materiaal klei. Hol, dat wil zeggen dat er gewoon lucht in zit. Ja, je kunt er letterlijk in kijken. Jij noemt het bouwen, hè? Bouwen, dat denk je meer aan gebouwen en dergelijke. Waarom noem je dit dan bouwen? Plak je het een of het ander bij elkaar? Of? Ja, bouwen zit voor mij niet vast in formaat. Hoewel ik natuurlijk zelf ook wel graag groot werk. Misschien die associatie. Maar ik leg er steeds rollen op. En die wrijf ik dan weer vast. En zo groeit het beeld de hoogte. Nou komt er straks in de oven, hè? Ja. En ik weet toevallig dat als er luchtbellen in zitten, dan gaat het fout. Ja. Is dat jouw grootste probleem met klei of niet? Nee. Dat komt omdat ik hol werk. En dan, ik neem een stuk klei, ik kneed dat en dan ga ik het rollen. En daar kan eigenlijk al geen lucht meer in zitten. Aha. En wat ik doe met het opwerken op dat beeld, dan wordt het eigenlijk steeds maar dunner. En dan kan er geen luchtbel insluipen. Als je massief werkt, die handen, dat heb je nu net niet gezien, maar die handen die hiervoor al klaarstaan, die heb ik massief geboetseerd. Die hebben dus wel risico, dus dan moet ik zo veel opletten. Het gebeurt wel eens, het kan zeker gebeuren. En dan? Dan ben je alles kwijt of ga je dan gewoon opnieuw beginnen? Dan ben je alles kwijt, want dat zie je pas na het bakken. Uh-uh. Als je de oven open doet en er is een hand geëxplodeerd, ja. Dan kan ik er geen nieuwe meer aan plakken, dan is de rest gebakken en dan moet het hele beeld opnieuw. En is dat al vaak bij jou gebeurd of niet zo? Nee. Omdat toch de grootste delen hol zijn, gebeurt me dat eigenlijk niet meer. Uh-uh. Nee. En dit wordt een vrouwfiguur, zo te zien? Dit wordt een vrouwfiguur? Ja. Er komt een hoofd in een hele atletische houding. Ja, uiteindelijk moet het hoofd naar achteren gekanteld worden. Waardoor de haren zeg maar weer over gaan lopen in de voeten. Dus dan wordt het eigenlijk een soort gesloten vorm. Dit dus. Ja, dat is het idee. Maak altijd eerst een schets op papier. En als het nodig is, dat heb ik hier ook even gedaan, wil ik het schetsje ruimtelijk maken. Dan zie ik ook hoe het aan de andere kanten eruit ziet. En dan ga ik ook vanuit die kleine schets bepalen hoe groot ik het beeld uiteindelijk ga maken. En dat begint dan met de onderkant. Dus in dat kleine schetsje kan ik dan zien welk vlak de tafel raakt, zeg maar. Maar met dat niet, vlak ga ik beginnen. Het is niet één op één, hè? Want dat ziet er heel ruw uit en dit wordt natuurlijk heel meer Dit is gewoon maar een schets, hè? Die bak voor de verhoudingen. Precies, als het beeld af is, gaat hij gewoon de prullenbak in. Dat is, als hou vast. Dat ik zie van, als ik met die borsten zit op hoogte van de hielen bijvoorbeeld. Dus dan moet dat ongeveer gelijk lopen. Ja. Dan kan ik dat aan elkaar afmeten. En nou is deze redelijk symmetrisch van de houding. Ik hou ook wel van juist wat asymmetrische draaiingen vaak in beelden. Thea, jij had het net over asymmetrische figuren. En die liggen hier een paar. Maar wat nog voor mij nog veel meer bijzonder is, is het feit dat het zowel mens als dier is. Hoe ben je daar nou op gekomen? Want ik vind het wel zo bijzonder eigenlijk. Ja, voor mij is dat eigenlijk een eenheid. De natuur, wij zijn onderdeel van die natuur. En er zitten heel veel overeenkomsten voor mij in het uiterlijk van dieren, maar ook in de gedragingen van dieren. En ook in delen van planten. Hier zie je bijvoorbeeld een schelp. Ja. In een schelp woont een dier. En dan vraag ik me af, van hoe zou het nou zijn als je als mens in zo'n natuurvorm zou kunnen wonen, als je daar als het ware in zou kunnen kruipen, hoe zou dat voelen? Dus eigenlijk zeg je van, het is wel verschillend, maar er is zoveel overeenkomst dat ik ze ook kan verenigen in elkaar. Ja. Kan je dat zeggen? Ja, precies. Ja. En in mijn fantasie werkt dat dan door. Ik bedenk me dan dat ooit in een verre toekomst, als de evolutie zich weer verder ontwikkelt, dat ook best zo zou kunnen zijn. Ja. Dat mens en dier of plant en dier weer aan elkaar gaan vergroeien. Maar dan heb je, dat is de theorie, zeg maar even. Ja. Maar dan moet je nog wel het idee hebben van ik doe dat zo met zo'n slakkenhuis en dergelijke. Ik bedoel, hoe kom je daar dan aan? Hoe kom je dan op dat toevallig idee? Of heb je dat ergens gezien? Of is dat dan ook jouw fantasie?
Nee, ik bekijk gewoon heel veel schelpen. Ik verzamel ook schelpen en natuurvormen. En daar pak ik er gewoon één uit die me aanspreekt. En op het moment dat ik die dan zorgvuldig ga bekijken, dan groeit vanzelf het idee van, daar zou een mens uit kunnen kruipen. Of zo zou een mens die vast kunnen pakken. Of, ja. Dus je begint eigenlijk met die vorm. Ja, dit lijkt eigenlijk zo. Ja, je begint met die vorm. En dan pas de mens in dit geval. Ja. Ja. Ja, ik voeg de mens toe aan de natuurvorm. En voor mij zijn het ook een beetje grondkleuren, zo noem ik ze maar even. Het zijn niet de fel gekleurde beelden die je vaak hebt, hè? Die heb ik op het moment ook niet meer. Nee. Het wordt eigenlijk, misschien omdat het ook dichter naar de natuur toe gaat, visueel, dat het dan ook vanzelf die natuurlijke kleuren aan het worden zijn. Ja, en binnen glazuur wat je op keramiek toepast, kun je natuurlijk op verschillende manieren te werk gaan. En ik ben nu heel veel bezig met oxides. Oxides zijn eigenlijk grondstoffen die in glazuur zitten. En dat zijn ook hele natuurlijke kleuren. En ik vind dat je daarin, ik hou ook wel van structuren ergens in. Ja. En dan heb je daar een contrast mee. Ja. En om die structuren te kunnen benadrukken, is het heel mooi om daar een oxide in te kunnen wassen. Dat voelt ook goed. Dan ben je gewoon op een hele natuurlijke manier ermee bezig. Het is niet zomaar, ik hou niet van glazuur spuiten. Zo'n ding in de cabine zetten, pst, laagje erop. Ja. Ik moet het echt tastend aan kunnen brengen. Ik moet ermee bezig. Ja. Ik moet het erop vegen. Ik moet het eraf spoelen. Dat het ook één geheel wordt. Ja, dat het als het ware één geheel wordt. Ja. Thea, dit is het moment, hè? Want de oven gaat nu open. Ja, dat is altijd verschrikkelijk spannend. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. En er zit nu glazuurwerk in, dus dan moet je maar afwachten of de kleuren een beetje naar je zin zijn. Ja. Je moet altijd eerst controleren of de temperatuur klopt. Want het moet onder de 100 graden zijn. Maar dat is het. Nou, daar gaat het gebeuren. Kijk, daar komen ze. Oh, dat ziet er goed uit. Ja. Ja. Vrij. Hebben ze nu al de kleuren die blijven? Is dit wat het is of wordt het nog niet iets allemaal anders? Deze wel. Deze is nu voor de derde keer in de glazuuroven. Dat er nog een paar plekjes waren die niet goed gedekt hadden naar mijn zin. Maar deze is nu, als het nu overal gedekt is, is die helemaal af. En dit beeld heeft pas de eerste glazuurlaag. Dus daar gaat nog wel van alles aan gebeuren. Maar eerst, ik bouw het net als een schilder op een doek dat eigenlijk doet. Ik bouw het in lagen op. Dus je kijkt naar de eerste keer, wat mist het nog? Wat heb ik nog nodig om het nog mooier te maken? Het is altijd heel spannend als je. Ik werk met verschillende glazuren in één beeld. En dat kun je dan wel in elkaar over laten lopen. Maar dan krijg je scheikundige reacties. Ja. En dan moet je ook maar afwachten hoe dat wat het precies doet. Kleuren op elkaar gaan reageren. Ja, wat die mengkleur oplevert. Ja. Dus nu kan ik gaan kijken, haal ik hem er dadelijk uit. En dan kan ik gaan bekijken, zitten die donkere stukken op de goede plek? En vind ik die kleur mooi als ik hem wat lichter hou, of hier is het bijvoorbeeld wat dikker gedaan. Of wil ik meer naar die tint toe? Of wil ik die lichte kleur misschien nog ergens anders terug laten komen? Gaat je hart nou ook bonk, bonk, bonk als je de deur open doet, of valt het wel mee ondertussen? Ja. En dat maakt steeds eigenlijk niet eens uit of het nou werk van mezelf is wat erin zit, of werk van cursisten. Ik blijf dit spannend vinden. Ja. Nee, vooral de glazuur ook. Biscuit oven is spannend dat alles heel blijft. Maar hier, wat doet de kleur ten opzichte van elkaar? Ja. Ondanks allerlei voorbereidingen en proefmodelletjes die je doet, is het niet zo dat je precies weet wat eruit komt, Thea? Nee. Ik zoek bewust die grenzen op. Want ik vind het leuk om mezelf te blijven verrassen. Dat is een uitdaging en dat heb je ook nodig als stimulans om ermee verder te komen. Om wat dieper te gaan in je werk. Dus je wil niet hebben van tevoren dat je al weet dat en dat en dat komt eruit. Maar ja, wel ongeveer natuurlijk. Maar dat verrassingsaspect is heel belangrijk. Het verrassingsaspect is heel belangrijk. Ja, dat moet er wel degelijk in zitten. Zowel bij het bouwen als bij het glazuren als bij het bedenken. Ja. Ja, er moeten allerlei momenten in zitten waarin ik nog weer verrast kan worden. Waardoor je weer verder kunt, want dat is natuurlijk ook de bedoeling, hè? Dat je dus Het een soort proces blijft waarop je zegt, ik ga toch weer eens iets nieuws proberen en zo. Ja, want er kunnen ook dingen, verrassingen zich opdoen die ik in dat beeld dan net niet kan gebruiken. Mm-mm. Maar dan sla ik ze wel op in mijn hoofd en dan. In je hoofd of in de computer? Nee, in mijn hoofd. Alles in mijn hoofd. Martin, is dit nou een improvisatie waar je nu mee begint? Of wat is het?
schilderen. Ja. En improviseren. Ja, weet je, ik begin gewoon. Je begint gewoon, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja, dus ik heb... Zonder ik begin, plan. Ik begin met een kop en dan... En dan begin je met een kop en dan ga je naar een arm toe en dan kijk je wat die arm doet. Zit die arm, die zit er op een bepaalde manier in en dan... En die gaat dan weer ergens anders heen en dan krijg je een... Een mens. Een mens, die kop zit er al in. Ja, maar wacht even, jij begint dus hier, maar ik zie dus een heel groot vlak waar je niet met je grote voeten op staat. Ja. Dat kan je toch niet zo helemaal bedenken vanuit niets? Nou, iets. Jawel. Ja, hoe gaat dat dan? Nou, ik heb natuurlijk heel veel geschilderd en heel veel getekend. En een thema in mijn werk is natuurlijk altijd de dans. Ja. Dus en dan op een of andere manier ontstaat is dit een danser of een deel van een voorstelling, noem het. Maar bedacht je dat al voordat je ermee begon? Nee. Of is dat wat nu gebeurt bij jou? Nee, dat gaat nou zo, dus soort, net als met als je een meme-improvisatie hebt en je begint met een gebaar. Ja. En een gebaar, dat komt van binnenuit, maar je weet nog niet precies waar het naartoe leidt. Ja, je doet het met één lijn, hè? Dus ik wil, als een lijn zogenaamd mislukt. Nee, dat mislukt nooit. Dat kan niet, hè? Want dat restaureer je wel, of hoe doe je dat dan? Restaureren, dat is een groot woord. Nee, ik ga dan gewoon door met die lijn voor op iets anders. Ja. Dan maakt het ook het karakter, dat is ook als je een portret schildert. Maar hier komt toch geen karakter uit, hè? Dit is toch meer een bijna half abstracte afbeelding, of niet? Nou, hier zit een gezicht en een kop en een uitdrukking. Maar het is niet per se iemand, toch? Nee, het is niet een het is niet Nixon of een bekende Nureyev, een danser. Ja. Misschien ben ik het zelf, weet je wel. Want het is, maar... Dat is ook niet zo belangrijk. Wat is dan wel belangrijk in wat je nu aan het doen bent? Wat ik nou belangrijk vind is dat er een bepaalde spanning in die, in die figuur komt. Ja. En dat die... Een spanning die ontstaat door dat spel van die lijnen bij elkaar? Of hoe moet ik dat... zo'n figuur, ja. Kijk, en dan nou heb ik die figuur klaar en dan begin ik met, weet ik veel, maar soms begin ik met een andere figuur die daar mee verbonden is. En dan af en toe ga ik naar de architectuur of naar abstracte lijnen die daarnaar, zo'n figuur, hoe heet dat, een context geven. Maar het is bijna, voor mij dus, automatisch schilderen. Ja, dat is het ook. Maar het verschil tussen automatisch schilderen en een mensfiguur. Kijk, als ik automatisch schilder, dan begin ik. Ja. Dus dan heb ik een hele andere insteek dan als ik een mensfiguur werk. Maar zou je die twee nou kunnen integreren? Ja, dat gebeurt ook. Ik speel ook met die twee kanten. Uh-huh. Dus ik speel met architectuur, maar ik speel ook met... kijk, want hier komt dan... ik creëer automatiek. Ik heb dus... Zoals bij schrijven, hè? Ja. Alleen bij schrijven gebruik je woorden. En ik kan gewoon mijn lijnen laten lopen, weet je wel. Ja. Soms komt er een verhaal uit van... Maar als ik nou een argeloze toeschouwer ben, dan laat je meeleiden. Ja, maar dat doe jij dan toch ook een klein beetje door je eigen intuïtie en door je eigen lijnen die je trekt. Want de ene lijn volgt toch op de andere. Ja, en dan soms spring ik dan naar de ene. Kijk, dit worden de billen van een mevrouw. Maar dan wist je net al dat het de billen van een mevrouw zouden worden. Nou ja, toen ik aan het praten was...
toen was ik over iets heel anders aan praten, maar ik zette die ronde lijn. Ik dacht, oh, dat gaat nog een lijn worden, nog een lijn, die wat ik vaker gebruik als een soort architectonische omgeving, noem het. En dan zet ik soms... Maar architectonisch kan bij jou ook zijn een figuur dus? Nee. Nee, die komen dan in de context van bijvoorbeeld een raster. Martin, je had het net over het repetitieve in je schilderijen. Hier is een prachtig voorbeeld natuurlijk, met dat blauwe. Ja. Als ik nou heel eerlijk ben, ik ben een niet-kenner, en dan zeg ik, het ziet er mooi uit, maar wat moet ik met dat repeterende, met die lijfjes elke keer opnieuw? Wat wil je daarmee doen eigenlijk? Wat wil je daarmee zeggen? Want je gebruikt het heel vaak, weet ik. Ja, dat komt regelmatig terug. Dus het zijn twee kanten eigenlijk. Dus de ene kant is het een element om mee te schilderen, dus een mensfiguur. Ja. Dus mijn interesse ligt ook bij de mensen, maar ook bij het abstracte. Dus, en doordat je een soort repetitief element inbrengt, heb je toch het figuratieve en het woord abstract. Want je krijgt een spanning tussen een organische vorm en een repetitieve vorm die steeds weer kleine elementjes doet veranderen. Sommige mensen denken dat het print te zijn, schablonen zijn, maar dat zijn niet. Dus nee. Je moet goed kijken. Dus voor de goede kijker, die ziet het, en de slechte kijker, die zijn er genoeg. In feite is het ook een beeldverhaal natuurlijk, hè? Je zou het kunnen lezen bij wijze van spreken. Ja, ik begin meestal begin ik rechtsboven en dan ga ik naar links. En dan ga ik weer naar rechts en dan ga ik weer zo tussen de benen door. En dan ga ik door. En dan heb ik een bepaald soort formaat. Kijk, hier ben ik, wordt het steeds smaller. Ja. Hè? Dus wordt het steeds, dat is zo gegroeid. Vaak doe ik dat niet, dan gaat het gewoon om een vorm door. Maar hier krijg je weer andere ritmiek door, hè? Doordat je kunt vergelijken met wat er in de muziek gebeurt, weet je wel. Dat je een ritornuto of een verdichting, weet je wel, in de abstracte muziek, dat je een verdichting krijgt van verschillende clusters van klanken. Ja. En dan is dit meer een regelmatige verandering. Ja. Maar daarin zitten dus is eigenlijk een notenschrift, maar tegelijkertijd zijn het personen. Of soms zit er ook... dat ik aan mensen gedacht heb, bijvoorbeeld een ex-vrouw of een ex-vriend. Maar daar gaan we het niet over hebben, over die ex-vrouw. Nee. Dit schilderij zit in een soort tussenfase, het is nog niet helemaal klaar. En hier zie je dus ook die repetitieve figuurtjes, maar tegelijkertijd doe je iets anders. Hè? Ja, nou, ik merkte dat die figuren hier op dit doek niet werkten. Dus ik had hier al een schilderij onder met heel abstract en heel wild. Maar dat was het ook niet. Dus ik ben hier echt aan het zoeken. Dus dat is een heel andere werk. Maar wat zoek je hier dan? Hier zoek ik eigenlijk de spanning tussen een fundamentele schildershandeling. Dus van die beweging zo. Ja. Met daarop... in feite een improviserend of een heel organisch, vrije lijnen, bijna kalligrafisch noem het. En ruimtelijk, zoals je me net hebt zien tekenen. In feite komt er hier een combinatie tussen die materie, verschillende kleuren en lijnen. Dus dan ontstaat er een diepte. Dus doordat dit er hier overheen gaat, krijg je die onderkant. Diepte, en dan krijg je niet een diepte van perspectief, maar een diepte van gelaagdheid. Oké. Okay.